VS stopt voorkeursregeling met India, de Amerikaanse president Donald Trump maakt een einde aan een preferentiële handelsregeling met India. De Verenigde Staten, VS, maakt op 5 juni woensdag een einde aan de voorkeurshandelsregeling met India. President Donald Trump zei vrijdag dat hun preferentiële handelsbehandeling wordt beëindigd. India kan onder het verdrag duizenden soorten goederen naar de VS exporteren zonder heffingen te betalen. Trump had begin maart aangekondigd dat hij van plan was India uit het stelsel van algemene preferenties, GSP, te verwijderen. Ik heb vastgesteld dat India de Verenigde Staten niet heeft verzekerd dat India billijke en redelijke toegang tot zijn markten zal bieden, zei Trump in een verklaring op vrijdag. India is de grootste begunstigde van het GSP, dat preferentiële belastingvrije invoer toestaat van maximaal 5,6 miljard Amerikaanse dollar aan goederen van de Zuid-Aziatische natie. 24 leden van het Amerikaanse congres stuurden de regering op 3 mei een brief waarin ze er met klem op aandrongen de toegang van India tot het SAP te beëindigen. Het Indiase ministerie van Handel liet eerder al weten dat de schade beperkt zou blijven door het besluiten, omdat het programma slechts 190 miljoen dollar aan voordelen oplevert. Aan de andere kant hebben Indiase functionarissen hebben gesuggereerd om hogere invoerrechten op meer dan 20 Amerikaanse goederen te heffen als Trump India uit het programma haalt. Het besluit is het laatste van de regering Trump om iets aan te pakken dat volgens haar oneerlijke handelsrelaties met andere landen zijn. De VS beëindigde vorig jaar de preferentiële status van Turkije onder de regeling. Trump heeft ook tarieven opgelegd aan de invoer van staal en aluminium uit landen over de hele wereld. Vorig jaar nam India represaille maatregelen tegen die tariefverhogingen door invoerrechten op een reeks goederen te heffen. Los daarvan is de VS betrokken bij een escalerende handelsoorlog met China en heeft het onlangs aangekondigd tarieven te heffen op Mexicaanse goederen. Met de dreiging van invoerrechten wil de regering Trump druk uitoefenen op de Mexicaanse regering om de illegale migratie naar de VS aan te pakken.